Het nieuws dat Monica Geuze gaat stoppen met vloggen heeft deze week zelfs het 8-uur-journaal met Rob Trip gehaald. Overdreven, riepen critici. Weet jij nog waar je was toen je dit hoorde? Klonk het cynisch. Anderen vonden dan weer dat deze critici Monica hiermee onnodig kleineerde. Nu blijkt dat Monica het stiekem wel eens is met die critici. Oh my god, jongens. Ik had aangegeven te stoppen met vloggen op YouTube en ik kreeg een item in het 8-uur-journaal. Oh my god, ik vind het echt een freaking eer, maar ik schaam me ook een beetje, want wat is dit nou voor nieuws? Doe even normaal, zegt ze in haar TikTok-vlog. Ze vervolgt maar goed, echt superleuk en ik heb zoveel lieve reacties gekregen van iedereen eigenlijk. Ik was deze week gevloerd door griep. RTL Boulevard gezicht Daan Nieber vindt dat de NOS de plank heeft misgeslagen. NOS Goes Boulevard eigenlijk. Ze nemen een beetje onze plek in. Daar moeten we voor oppassen, zegt hij grappend. Collega Bridget Maasland, ja, een beetje wel. Telegraafster Wilson Boldewijn is een van de mensen die kritiek uiten op het NOS-item over Monica's vlogzit. Ik wist wel dat zij bestond, maar ik wist niet dat zij zo groot was. Daar werd ik ook over op de vingers getikt. Collega Jan Uriot, ja, jij hebt daar een uitspraak over gedaan en ik was het helemaal met jou eens, want ik zat naar het NOS-journaal te kijken en zij openden ermee dat zij gestopt is met vloggen. Ja, er zijn een hoop mensen die niet weten wat dat is hoor. Die denken, dat is een enge ziekte. Nee, dat is natuurlijk niet het geval. Hoe zou Jan, 71, aan zijn generatie uitleggen wat vloggen precies is? Het betekent dat je gewoon je hele leven tentoonspreidt op het internet en dat heeft Monica natuurlijk heel lang gedaan. Thank you.